Marjolein Vellekoop van de provincie Zuid-Holland. Wil jij mij nog één keer dat hele tracé van die Rijnlandroute schetsen? Nou, in een notendop, we staan hier bij de Torensliebrug. Daar komen we vanaf Katwijk, de Tjalmaweg, gaan we hier richting de A44, knoop Leiden-West. Daar gaan we vanaf de A44 de nieuwe N434 in, via de tunnel. Komen we aan bij de A4 en daar vervolgens sluiten we aan op een stuk aanpassing van de Europaweg naar Leiden Centrum. Nou ligt die verdiepte bak pal naast de Stevenshof. Die mensen hebben vast heel veel last gehad van die. Ja, die hebben wel enige hinder ondervonden, ja. Ja, daar komt binnenkort een einde aan, want dit voorjaar gaan we de laatste damwanden hier uittrillen. En dan is het gedaan met de ergste herrie. En dan als de civiele werkzaamheden hier zijn afgerond, rond de zomer, gaan we hier starten met de groeninrichting van dit deel. Dus dit wordt weer helemaal groen? Ja, dit wordt weer helemaal groen ingericht, ja. Wat me zo opvalt is dat het allemaal zo immens groot is. Dat heb je niet in de gaten als je er met een auto doorheen rijdt. Nee, dat klopt. Het is, zeker als je hier staat voel je je heel nietig. Nou, hier ligt bijvoorbeeld een blok voor de kabelkokers. Deze ligt op zijn kant, dus eigenlijk staat hij rechtop. En dan is die 2,5 meter hoog. 1100 van dit soort blokken komen er per tunnelbuis in te liggen aan de onderkant. En hier komen de kabels doorheen voor de technische installaties. Zoals bijvoorbeeld voor de camera's, de brandveiligheid en de verlichting. Man, maar daar kunnen dus ook mensen doorheen lopen als dat is? Ja, dat klopt. Hier onderin kunnen straks in die buis onder het wegdek, daar kunnen de mensen die het onderhoud doen, kunnen daar doorheen lopen. Wat is dit dan? Nou, we staan hier bij de restanten van de Gaia, de tunnelboormachine. Die heeft in december is het boorschild met het graafwiel is verwijderd. En dit is eigenlijk nog het laatste restje van de tunnelboormachine. Dit is de laatste volgwagen. Die gaan we de komende dagen verwijderen en dan is ze klaar. En wanneer rijdt nou de eerste auto hier voor het EGGI? Nou, voor het EGGI gaan de eerste auto's hier in 2023 doorheen rijden. Enig idee wanneer? Nee, we houden het nog even op 2023. Ja.